door naar het derde item. Dus inmiddels zijn we weer 3 nieuwe gasten aangeschoven. Het is altijd al spannend om te starten met een nieuw avontuur. Maar hoe is het om te starten tijdens corona? Bij ons vandaag eerstejaarsstudenten Talia Straatman en Lara Wijnker. En startend docent communicatie Ton de Lauw. Welkom. Ja, hoi. Dankjewel. Lara, om met jou te beginnen. Je start je studie hier in Zwolle. Een nieuwe stad voor jou volgens mij. Ja, zeker. Ja. Ja, waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ik kom uit Alkmaar. Alkmaar. Kijk aan. In de dus tijd... op kamers gelijk dan ook? Ja, ik moest gelijk op kamers hier in september. Ja. Ja, in een tijd waarin het studentenleven eigenlijk volledig stil lijkt te staan. Je bent een podcast begonnen. Ja, klopt. Student onder de peperbus. Klopt, ja. Met 2 vriendinnen uit mijn klas. Welke opleiding doe je? Journalistiek. Ja. Dus en we waren gewoon aan het praten over alle onderwerpen en eigenlijk onze opleiding. En toen kwam Ilse, een meisje waar ik dus mee doe, die kwam met het idee van eigenlijk moeten we deze gesprekken opnemen. Want het is eigenlijk wel leuk en misschien handig voor andere studenten. Welke onderwerpen bespreken jullie zo in de podcast? Ja, daten tot uitgaan, wat dus nu niet echt kan. Maar hoe zoek je dan toch die sociale contacten, studentenverenigingen? In Zwolle, het leren, tentamens. We hebben ook nu een vakantieaflevering. Die komt vanavond online voor de zomervakantie. Hoe dat eigenlijk alles wat op je pad komt tijdens je studententijd. Ja, drugs heb ik ook in een lijstje. Ja, ook ja. Ja, daar sloeg ik direct op aan. Ik heb die ook gehoord, inderdaad. Ja, dus van alles eigenlijk. En dan zijn de afleveringen 20 minuten lang. En dan hopen we eigenlijk zo alsnog mensen een beetje gewoon tips kunnen geven. Zeker nu in deze coronatijd. Leuk om te doen met klasgenoten. Ja, onwijs leuk. Tijd. Ja, het zijn ook hele goede vriendinnen nu. Dus het is hartstikke gezellig. Dus dat is echt top. Ja, hoe zijn jullie op het idee gekomen om een podcast te starten? Ja, we zaten dus met z'n drieën eigenlijk over alles te praten. En ook gewoon over hoe doen wij dat nu eigenlijk. We hadden al vaak gesprekken over. En we waren ook zo vriendinnen geworden. En we hadden eigenlijk wel leuke gesprekken. Toen zei dus Iels, een vriendin van ons, van dit moeten we gaan opnemen. Dat is hartstikke leuk. En zo eigenlijk. Zodoende zijn we gaan starten. En eerst ging het een beetje... was een beetje spannend, maar nu lopen we lekker. Dus dat is top. Heeft dit geholpen? Jij wil ook een vraag. Ja, stel jij maar eerst. Ga jij maar lekker door. Nee, doe jij maar eerst. Nou ja, heeft geholpen. Je vraagt, maar ik kan me ook voorstellen, het is ook een gezellig moment met elkaar. En ik begreep dat ook een van de... de geheime ingrediënten van deze podcast, dat wodka spa rood is. Ja, klopt. Dat is ons drankje. Die hebben we eigenlijk een van de eerste keren dat we met elkaar gingen afspreken. Gingen we dat drinken. En daar vonden we ons eigenlijk wel in. En toen dachten we, als leuk om bij de podcast te hebben, heb je toch een soort van merk of zo erbij. Dus dat hebben we er eigenlijk bij gedaan. Om toch studenten houden. Ik wilde inderdaad weten, heeft het een bepaalde, heb je er hulp aan gehad? Of helpt het zo tijdens het eerste jaar? Denk je, los van de alcohol bedoel je? Ja, heel goed. In die sfeer blijven hangen. Verder, alcohol helpt ook. Maar het heeft wel hulp aan gehad. Want het was toch weer, zeker toen je naar school kon, dan was het toch wel die moment om dan mensen in het echt te zien. En we spraken ze zo wel vaak af. Maar dan werkte het toch buiten onze opleiding nog naar iets toe. Wat je wel echt voor, zeg maar, met elkaar om tafel moest zitten. En de voorbereidingen daarvoor. En het werd steeds bekender. En mensen zeiden, wat leuk die podcast. Want je onderwijs volgde je dan hoofdzakelijk online, denk ik. En zagen jullie dan voor de podcast elkaar dan offline? Zeker. Ja. We doen het nu in de podcaststudio hier op Windesheim. Okay. Maar Tessa had ook een microfoon, of heeft een microfoon thuis. En toen in de lockdown konden we hier niet op Windesheim zitten. Dus toen hebben we het zo gedaan. En bij Tessa thuis, die heeft een hartstikke grote studentenkamer, hartstikke fijn. Dus daar konden we toen zitten. En dat werkte eigenlijk best prima. Geluidskwaliteit iets minder, maar altijd puntje verbeteren. Altijd puntje om te verbeteren, inderdaad. Even verder naar Tom. Jij bent dit jaar begonnen in februari met het docentschap. Na jaren werken bij een Brabants Dagblad, heb ik begrepen. En marketingafdeling van Shimano. Sta je nu voor de klas als docent communicatie? Zitten. Zitten vooral. Gelukkig inmiddels een paar keer gestaan. Ja. Maar de eerste 3 maanden was zitten. Van de ene teamsles naar de andere. Ja. En voor mij was alles nieuw, dus dat ook. Ja.
Ja. Hoe vond je dat, online lesgeven? Of hoe vind je dat? Ja, ik had geen referentie, dus ik vond alles eigenlijk fantastisch in die eerste maanden. Dus ook online. Ja. Het feit dat je aan de slag kunt met die studenten, dat was voor mij al een groot feest. Nu ik inmiddels een paar keer dus voor echt fysiek hier in het X-gebouw heb gestaan, zie ik inderdaad al in dat dit veel en veel leuker is. Ja. Maar de eerste maanden, ja, voor mij was het ook handig dat ik namen onderin zag staan en dat ik die niet hoefde te onthouden. En dat ik, als ik ze nu tegenkom, dat ik denk, hier zijn inderdaad meer dan een hoofd en schouders. Ja. Dus dat is wel leuk. Ja. Ik zag in die zin ook alweer de voordelen ervan. Ja, precies. Ja, mooi voordeel. Je hoeft dus niet de namen al in eerste instantie gelijk uit je hoofd te kennen. Nee. En als startend docent, dan is elke les is de eerste les misschien die je dan uitvoert. Is er een les waarvan je zegt, ja, dat is echt eentje die nu, die blijft me echt bij, is me bijgebleven? Nou ja, ik vind de lessen waar ik het minst aan het woord ben, dat vind ik eigenlijk de beste lessen. Ja. En waar echt de studenten, waar ze aan het werk gaan en waar ze in een redelijk korte tijd met een opdracht aan de slag gaan. Ik wil vooral niet te veel zenden, zeker niet in deze tijd. En proberen de interactiviteit die je kunt krijgen online, dat je die mogelijkheden ook benut. Dus ja. De lessen die interactief waren, waar je ze in breakout rooms aan de slag kon laten gaan, waar je ze toch met een opdracht op pad kon sturen en waarmee ze ook uiteindelijk terug moest komen. Ja. Daar kreeg je ook het feedback van ja, dat vinden we fijn, dan zien we nog eens iemand. Ja, dus, precies. Vooral zelf zo min mogelijk zeggen. Ja, dat is een goede tip. De beste les. Ja. En hoe is jouw contact met collega's geweest aan de start? Want ik kan me voorstellen, noem nou een voorbeeld van hoe je een les indeelt. Ik denk dat je ook gebruik maakt van kennis van collega's als je dan begint. Heb je contact gehad met collega's? Ja, heel veel. En want ja, alles was nieuw, dus ook de lessen en de lesvormen. Dus daar moet je een weg in zien te vinden. En gelukkig waren er heel veel collega's die daarbij konden helpen, die met hun ervaring konden komen. Maar ook studenten, die ook daarbij helpen en aangeven, nou, dit vonden we fijn aan deze les. En dit zou misschien de volgende keer nog beter kunnen. Nou, daar ga ik ook mee aan de slag. Ik probeer hen wat bij te brengen, maar andersom ook. Gelukkig ja, maar. Ja, ja, fijn. Ja. Maar een biertje drinken met je collega's is er nog niet van gekomen, of wel? Nee, dus gaan we dat dadelijk doen? Nee, we hebben al verrassing al je collega's opgetrommeld, Tom. Eindelijk. Ja, precies. Nee, dat klopt. En in die zin, het verhaal waar we net mee begonnen. Ik kijk ook heel erg uit naar september dat we hier op dit grasveld met z'n allen staan. Dat, zoals iedereen, denk ik. Ja, mooi. Thalia, jij bent ook eerstejaars student, ook dit jaar begonnen. Zeker. Aan de lerarenopleiding wiskunde. Ja. Ja. En online onderwijs was ook voor jou de praktijk wat het werd. Veel online in lessen zitten. Dat klopt, ja. Hoe is het jou bevallen? Hoe is het gegaan? Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het echt verschrikkelijk, al die online les. Ik vind het vak wiskunde super tof. Alleen als je 2 uur dat achter elkaar hebt met een leraar die heel monotonisch praat. Ja, dan raak je mij kwijt. En dan, ja, dat kan ik dan gewoon niet. Nee. Ja, dus dat waren lange sessies dan voor jou achter de computer. Ja. En zwaar om dan vol te houden. Ja. Hoe sta je er nou voor met je studie? Wat betekent dat? Hoe is het gegaan eigenlijk gedurende het jaar met jou? Nou, ik denk dat ik na een half jaar afhaakte. En niet omdat ik de studie niet leuk vond, want ik heb wel gewoon mijn stage afgemaakt, mijn projecten gedaan. Alleen het leergedeelte, daar ben ik gewoon afgehaakt. Heb ik met mijn mentor en met een decaan heb ik het over gehad, want ik vind de studie wel leuk. Dus kwam tot de conclusie dat ik gewoon het jaar verder doe volgend jaar. Dus dan hou ik mijn studiepunten dit jaar en dan ga ik verder volgend jaar. Dus dat doe ik met tentamens en dergelijke doe ik dan volgend jaar. Ja, ja. Maar je zegt, je hebt je stage wel afgemaakt. En dat is tot nu ongeveer, kan ik me voorstellen. Ja, dat is nu klaar. Ja. Ja, en dus, hoe heb jij stage gelopen in deze coronatijd in het onderwijs? Ja, dat was ook een heel gedoe. De middelbare scholen waren dicht. Ja. In eerste instantie was alles online, dus ik heb eerste paar weken heb ik gewoon online gevolgd, maar ja, dan kan je niet zoveel. Zat je achter de computer? Ja, dan zat ik weer achter de computer. Ik kon er niet zoveel van maken. Het was elke keer hetzelfde. De leraar vond eigenlijk ook helemaal niet niks eigenlijk. Dus ja, dat was dan, ja, die was ook best wel een beetje chagrijnig eigenlijk ervan. Nou, op een gegeven moment mochten we naar school, maar de helft was dan thuis. Dus het was een beetje zo'n hybride klas. Ja, dat was wel even wennen, want ik leer natuurlijk voordat de hele klas er is. Maar ja, ik moest dan en online in de gaten houden en in de klas. En dat is gewoon heel lastig. Ja. Voor het eerste jaar vooral. Ja.
Ik heb nog nooit echt voor een klas gestaan, dus moet ik nu dit ook nog kunnen, weet je wel. Ja. Ja. Heb jij dat ook moeten doen, Ton? Hybride? Dus half binnen nee, en half nee, online? Ik heb dat nog niet te hoeven doen. Nee. Maar ik zit wel met dezelfde vraag die jij niet hebt. Van, hoe ga ik dat eigenlijk doen? Ja. Want dat, ja. En, dat, daar ga ik ook bij anderen te raden van die dat al wel ervaren. Want dat is voor ons allemaal natuurlijk ook nieuw. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, en Talia, je zegt net van de opleiding vind ik wel heel erg leuk. Of het vak wiskunde vind ik heel erg leuk. Je hebt ook geproefd aan het onderwijs. Yes. Wat is voor jou doorslaggevend dat je denkt, ja, maar ik wil dit wel gaan doen? Ik wil dit doorzetten. Nou, toen ik op school was, ik echt de lessen mocht geven, toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil doen de rest van mijn leven. Dit vond ik echt geweldig. Die bijlessen, ik heb bijlessen gegeven. En dat je dan de ontwikkeling ziet van een leerling, dat vind ik echt tof. Ja, daar werd ik echt blij van. En toen dacht ik van, ja, dit wil ik wel doen, dit wil ik afmaken. En als het een omweg nodig heeft, dan is dat maar zo. Ja. En hoe kijk je dan naar volgend jaar? Ja, ik hoop dat het anders is en dat ik wel gewoon naar school mag. Ja, dat hoop ik echt. Ja. Daar lijkt het wel precies op, hè? Wat je net ook hoorde, het beeld dat we in september gewoon wel weer zonder beperkingen zijn. Ja. Hoe is dat voor jullie, Lara? Want hoe kijken jullie uit naar volgend jaar? Ga je de podcast nog maken? Ja, is wel de bedoeling. En hopelijk kunnen we inderdaad gewoon weer op Windesheim zitten. Want dat is toch wel gewoon veel leuker. Dan heb je toch meer die setting en zo. En En nu het studentenleven dan ten volle zo meteen gaan beleven. Precies, dan kunnen we er ook veel meer over vertellen. En dan hoeven we niet, ik wil inderdaad gewoon, nu ik ook hier op kamers woon in Zwolle, wil ik ook gewoon het studentenleven ook echt meemaken. Dus ik hoop dat ik volgend jaar gewoon, sowieso elke dag naar school mag. Of tenminste 4 dagen in de week. En dan gewoon uitgaansleven. En dan kunnen we daar ook veel meer over vertellen. En daar hoop ik echt op. Ik dacht al dat je even ging zeggen dat we dan elke dag op stap mogen. En dat we elke dag uit mogen. Zei zo, Nee, maar hier zei je elke dag naar school. Ja, dat klopt. En dat, maar daarna zijn ze uitgaan. Dus ik denk van, dat wordt spannend. Ja, allebei. Ja, weet je, brak op school zit, wordt ook bij studenten. Ja, dat is een mooi topic voor de podcast. Gaan we doen. Ja. Tom, hoe kijk jij naar volgend jaar? Je hebt al een beetje verteld, hè, aan de ene kant. Van, kijk er naar uit om op de campus te zijn. Ja, ik heb er heel veel zin in, vooral. Maar ook dat is voor mij weer allemaal nieuw. Dus voor mijn gevoel begint het dan ook weer een beetje opnieuw. Ik heb dat online nu net een beetje in de vingers van breakout rooms. En dat je dan met de Mentimeter nog wat kunt doen. Ja, hoe gaat dat dan straks hier weer fysiek? Dus dat, voor mijn gevoel begint het dan weer een beetje opnieuw. Ik herken heel erg wat je zegt. Daar doe je het voor. Dat heb ik nu al een paar keer gemerkt. Daarvoor ben je het vak ingegaan. Dus ik kijk er vooral erg naar uit. Heb jij, want je komt uit het bedrijfsleven, dus ik realiseerde mij, heb jij überhaupt iets van bagage meegekregen al over docent zijn en lesgeven en onderwijs? Heb je die? Nou, dat vind ik het mooie aan Windesheim. Er zijn heel veel vacatures en ze zijn met name op zoek naar mensen uit het bedrijfsleven om die link met die praktijk echt te krijgen. En als beginnend docent word je ook meteen parallel aan het lesgeven, word je eigenlijk ook geschoold in je didactische vaardigheden. Dus daar ben ik nu mee bezig. En de eerste modules zijn daar gelukkig voor afgerond. En ik heb nog een paar te gaan. Maar dat loopt parallel daaraan. Dus dat vind ik wel heel mooi aan Windesheim. Ja, dat zo kan. Ja, absoluut. Ja. En volgend jaar, Talia, jij pakt de draad weer op. Het eerste jaar. Ja. Met de punten die je nu dit jaar al hebt verzameld. Ja, maak je dan een combinatie van het jaar 1 en 2? Of? Daar heb ik te weinig studiepunten voor. Dus daar ga ik denk ik niet aan beginnen. Maar ik denk dat ik misschien wel mijn stage wil doen van volgend jaar. Van jaar 2. Ja. Dus dat je dan, je in stage dan al iets kunt versnellen misschien. Ja, precies. Dat ik toch wel meer ervaring heb. Want om stage nou helemaal stil te leggen vind ik ook wel wat. Dat ik denk van dat moet je toch wel zien hoe dat allemaal En de middelbare scholen zijn ook gewoon vanaf deze week, vorige week weer volledig open. Dus mag je straks gewoon weer op school. Ja, dat zou echt tof zijn. Mooi vooruitzicht. Ja, zeker. Ja. Dank jullie wel. Ja, toch? Dank. Ja, jullie bedankt. Fijn dat jullie jullie eerste ervaringen zo wilden delen met elkaar. Want ik kan me ook zo voorstellen dat Tom er zijn legio docenten gestart in dezelfde situatie als jij. En voor studenten ook net zo. Ja. Het was een ingewikkeld jaar wat dat betreft. En het is mooi dat volgend jaar gewoon de nieuwe vooruitzichten lonken. En dat we het op een andere manier weer gaan uitproberen met elkaar. Ja. Kijk maar uit. Ja, dankjewel. Dankjewel.